Hey, hallo allemaal. Jullie hebben in de afgelopen video's hebben jullie hem al een paar keer gezien, maar het is nu eindelijk tijd om deze zwemvijver ook in een echte video te laten zien. Ja, dit is dus de zwemvijver in mijn eigen kleine stadstuintje. Dit is een vijver die er bijna niet geweest was, want we waren eigenlijk bezig met een andere kavel. Daar zijn we iets van 2 jaar mee bezig geweest en dan was de bedoeling om daar natuurlijk een grotere zwemvijver te maken. Dat is niet doorgegaan. En toen hebben we dus uiteindelijk toch besloten om dan hier maar een zwemvijver te maken. Zeker nog geen spijt van. En dit hebben we vorig jaar gedaan. En ik vind het sowieso ook wel mooi om te laten zien hoe je dus in een klein stadstuintje zoals dit toch kunt genieten van zwemwater. De zwemvijver is natuurlijk niet groot genoeg om er wat baantjes in te trekken. Maar voor de verkoeling is het wel heerlijk. En de kinderen die kunnen natuurlijk wel er lekker in zwemmen. In deze zwemvijver heb ik ook wat nieuwe dingen geprobeerd om daar wat mee te experimenteren. Sommige die zijn nu nog steeds gaande. En er zijn ook steeds wat aanpassingen gedaan. En dat zul je ook wel merken als je zelf een zwemvijver bouwt. Je moet soms een beetje flexibel zijn om te kijken van of de dingen wel lukken zoals je ze had bedacht. Wat wij vooral wouden doen en wat dus echt niet is gelukt, is namelijk de diepte. We hebben deze zwemvijver met de hand gegraven. De eerste reden omdat een kraantje hier heel moeilijk kon komen of moest allemaal schuttingen eruit halen. En ten tweede natuurlijk om kosten te besparen. En het was sowieso een project van meerdere weken, omdat ik steeds tussendoor hiermee bezig kon. Daarnaast hadden we last van hoog grondwater, dus we gingen steeds graven tot we bij het grondwater kwamen. Het zat hier in het begin, toen we in mei begonnen, op 50 centimeter. Dus tot daar gegraven. En dan steeds, toen het warmer werd, het grondwater meer ging zakken, steeds weer een laagje erbij. De bedoeling was dat de vijver 150 centimeter diep zou worden. Dat is niet gelukt. Ik dacht dat het wel ging lukken. We hebben de tuin namelijk ook wat opgehoogd. Zodat we minder diep hoefden te graven. En daar konden we ook het overtollige grond natuurlijk voor gebruiken. Nou, het ging heel goed. Het ging heel goed tot de zomer. Tot juli ongeveer. Nou, we zaten al mooi diep. Toen zat ik al op 1 meter 10. En toen was het grondwater. Verder geen probleem, gingen we op vakantie in augustus. En dan was de bedoeling dat we daarna echt af gingen maken, gewoon kijken hoe diep we kwamen. En dat werd dan ook maar gewoon de diepte. Maar ja, deze zomer viel, afgelopen zomer viel natuurlijk een beetje tegen. En toen is er heel veel regen gevallen. En toen we 2 weken later weer kwamen van vakantie, zat de hele vijver weer vol met water. Dus ja, toen met de pomp wel bezig geweest, alleen de bodem was gewoon te modderig en we kwamen ook op de oerlaag en daar kwamen we niet doorheen met de schep. Dus toen hebben we besloten om de vijver minder diep te maken. De vijver is dus 1 meter 10 geworden. Niet helemaal wat ik hoopte natuurlijk, ik wilde hem graag wat dieper. Maar dat was nou eenmaal niet anders. En omdat deze tuin ligt op het noorden, dus we hebben hier ook niet de hele tijd zon. Dus dan kun je met zo'n diepte, gaat het dan ook wel lukken. En dat kun je ook wel zien dat het gewoon nog steeds hartstikke helder is. Een ander experiment wat ik hier heb gedaan is dus tegels op de bodem. Ik wilde bij deze vijf proberen dat je helemaal geen folie zag. En als je, het idee was ook als je een grijze bodem hebt, dan kleurt het water soms ook nog wat blauwer. Ik denk dat ik daarvoor, voor dat effect, zou ik hier niet krijgen. Dan moest de vijf misschien nog iets dieper zijn of had ik nog lichtere, grijzere tegels moeten gebruiken. Maar de bedoeling was eigenlijk om een soort bodemdrainsysteem hier ook in aan te leggen. Dat ik eerst een laag grind op de bodem leg. Daar dan in nog een drainagebuis, zodat je op de bodem ook nog filtering krijgt. En dan daarbovenop tegels. En dan deed ik ergens in het midden van die tegels deed ik een opening waar dan het vuile water goed werd ingezogen door het grind heen, werd gefilterd en weer naar boven in een plantenfilter werd geblazen. Omdat ik de vijver niet zo diep kon maken, en dit kostte me dan ook nog weer een soort 20 centimeter, heb ik daar dus niet voor gekozen. Er zit nu een hele kleine laag grind. Omdat ik door de modder de bodem niet vlak kon krijgen, heb ik een heel fijne laag grind erop gelegd. Dat kon ik dan mooi uitvlakken. Daar heb ik de tegels op gelegd. Ik vind het wel een heel mooi effect. Het is wat anders dan folie. En het grote voordeel is natuurlijk, je kunt al die slordigheden, al die vouwen van de folie, kun je heel goed wegwerken hier.
een ander experiment wat ik probeer, wat nu nog steeds gaande is, is de bak hier zo rechts van mij. Daar heb ik een diepere bak en geen filter ingezet. De bedoeling is dat dat voor wat diepere planten is. Ik heb hier natuurlijk een small plantfilter, dus die kon ik niet zo diep maken voor waterlelies. Dus hier komen sowieso waterlelies in te staan. En onderwaterplanten, vooral zuurstofplanten, die je vooral veel gebruikt bij visvijvers, zoals hoornblad, die doen het nog niet zo goed in een zwemvijver. Dat komt natuurlijk door het voedselarme water. Maar het is ook door de diepte en door de stroming, waardoor het wat minder gaat. Dus ik wil even kijken als ik een aparte bak ervoor maak, die dus iets dieper is, maar wat minder waterbeweging, of daar de planten wel in gaan groeien. Nu heb ik er in het begin wel wat hoornblad ingegooid al, vorig jaar. Dat was dus in september. En er werd toen al snel een soort draadalgmassa. Dus dan eigenlijk werkt het averechts vaak in zwemvijvers nog. Maar nu, dit jaar zie je dat die draad toch wegtrekt en er blijft toch nog wat hoornblad over. Dus ik heb goede hoop dat dit zich misschien dan toch gaat vermeerderen. Dan heeft dat wel een heel positief effect op een zwemvijver. Dus als dit lukt, dan kan ik ook proberen om een andere zwemvijver dus apartere gedeeltes te maken, waar je dus wel wat meer van die onderwaterplanten in kan zetten. Dan heb ik ook de stapstenen daar. Als je hebt gezocht op internet en je zoekt op zwemvijvers, dan kom je dat vaak tegen van die stapstenen als afscheiding bij het plantfilter. Dat is natuurlijk vooral voor de wat duurdere zwemvijvers en dat wordt op meerdere manieren gedaan. En ik was dus op zoek naar een manier hoe je dat dus ook weer op zo'n lekkere budget manier kan doen. En ik heb dat hier dus gedaan met betonnen U-elementen. Die staan dus gewoon op de kant. Die staan op de houten constructie en in het filter staan ze ook nog weer op een houten rand. En zo kun je dat dus datzelfde effect creëren. Want het is een reden natuurlijk dat je dat veel ziet bij zwemvijvers, omdat mensen dat heel mooi vinden. Hier moest ik ook zorgen voor een manier om bij die vlonderen daar te komen. En dan was dit een mooie manier om dat te kunnen doen. Omdat deze tuin in het noorden ligt, is die hoek waar de vlonder zit, is eigenlijk de hoek waar je de eerste zon kunt krijgen. Dus nu in februari en maart kun je daar al lekker van de zon genieten. En dat is echt een heerlijk plekje om in de zon te liggen bij het water. Dat idee van een bodemdrain is niet gelukt, maar ik heb nog wel in de wand onderin heb ik wel een opening gemaakt en daar wordt ook water opgezogen. En dat wordt dan dus, komt dan achter in het plantenfilter, wordt het door een buis omhoog gezogen en dan kun je dus heel mooi zien dat je dus die watercirculatie hebt. Ik weet nog niet precies of dit nou heel veel effect heeft, maar het is wel zo het vuil wat nu op de bodem, echt dat slip, wordt natuurlijk wel opgezogen en wordt gelijk in het plantenfilter geblazen, waar het dan weer wordt opgenomen door de bacteriën en de planten. Het kan ook een mooie oplossing zijn om te zorgen voor wat extra watercirculatie. Als je bijvoorbeeld niet een plantenfilter rondom hebt zitten en je twijfelt of je aan één kant wel genoeg circulatie hebt of je wil het water ook echt wat meer leiden van de ene kant van de vijver naar de andere kant, dan kun je natuurlijk ook zoiets toepassen. Dat is dus een relatief eenvoudige manier om toch die watercirculatie door de hele vijver te krijgen zonder dat je met pompen hoeft te werken. Verder heb ik hier vooral gekozen om die rand weg te werken met keien, wat ik zelf heel erg mooi vind. En dat is ook handig als je een wat smaller plantenfilter hebt en je kunt niet die natuurlijke oever krijgen met het grind. Dan moet je toch iets hebben om het voor je weg te werken. Ik mag altijd graag keien gebruiken. Hier in Drenthe kun je ze ook altijd overal krijgen, kun je ze vaak gratis weer makkelijk ophalen. Dus dat is ook een mooie manier. De andere kant van de vijver is juist weer wat strakker. En met hout kun je dus niet, dat moet onder water blijven. Dat heb ik hier opgelost door met opsluitbanden te werken. Dat werkt heel goed en heb ik ook al in andere vijven toegepast. Als je dus een zwemvijver hebt waar het plantfilter niet rondom zit, dan is dit met opsluitbanden toch wel de manier om dan toch zo'n met hout te kunnen werken. Ik ben nog wel benieuwd hoe dit is als je bijvoorbeeld een stuk hebt van 10 meter lang, hoe stevig het dan is. Moet in theorie ook werken, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. De zwemvijver staat er dus al sinds september. We hebben er nog niet echt met de warmte van kunnen genieten, maar wij dippen wel het hele jaar door. Ook in de winter deze keer voor het eerst in het ijs gezeten. Het was heerlijk, we genieten er nou van en
nu het weer warmer wordt, wordt het steeds lekkerder en zullen we er steeds meer in gaan. Dus ik kan niet wachten om daar nog meer van te genieten. Deze kleine zwemvijver is ook in plaats gekomen van mijn mini zwemvijver of mijn peuterpadje, waar het dus ooit allemaal mee begon, waar dit hele zwemvijver avontuur en op YouTube mee begon. Die mini zwemvijvers en dit soort kleinere zwemvijvers, die zullen speciaal voor mij blijven. Want hiermee kun je gewoon laten zien dat eigenlijk bijna iedereen wel kan genieten van wat natuurwater in zijn eigen tuin. Je moet soms wel wat creatiever zijn met deze kleinere, maar het zijn wel echte aanwinsten voor je tuin. Deze zwemvijver zul je natuurlijk veel meer voorbij zien komen op YouTube in andere video's. En ik zal in de zomer zal ik het ook nog laten zien. Ik ga helemaal bijhouden hoe het met deze zwemvijver gaat. Ook met de experimenten die ik hierin doe, met de waterlelies, de onderwaterplanten. Wil je dus op de hoogte blijven, abonneer dan zeker. Dit was niet de eerste kleine zwijver die ik heb gemaakt voor een stadstuin. Dat was natuurlijk die in Arnhem. Ga ik binnenkort ook heen, geef ik ook even een update over. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens.